op ons kanaal en vandaag is het weer tijd voor een challenge. Ja, we gaan vandaag de 5 minute make-up challenge doen en deze hebben we al een keertje eerder gedaan. Maar we dachten het is wel tijd voor een rematch en dan doen we hem nu nog iets moeilijker. We gebruiken namelijk onze verkeerde hand en dat is in ons geval onze linkerhand in plaats van de rechterhand. Leek het wel heel erg leuk om nog een keertje een wedstrijdje tegen elkaar te doen. Ja, en ik had iets van, is het wel te doen 5 minuten en ook nog met je verkeerde hand en moeten we daar niet 10 minuten van maken? Nee. Maar toen hadden we samen iets van, ja, maar we hebben nu wimper extensions. Ja. Dus dat is een stap die we kunnen overslaan. Dus ik denk dat we het inderdaad toch op die 5 minuten moeten houden. Ja, en dat is ook een beetje het idee hoe we op deze video zijn gekomen. Want de laatste tijd zijn we echt veel minder tijd kwijt aan onze make-up. Maar ja, zeker geen 5 minuten. Nee. Maar ik ben benieuwd of we het gaan redden. Nou, de tafel staat klaar en we hebben onze make-up uitgestald hier op de grond. Dus we hebben een heel make-up tasje geleegd en klaargezet. En we hebben natuurlijk spiegeltjes. Dus ik zou zeggen, we kunnen beginnen. En we hebben natuurlijk een timer om echt die 5 minuten te timen. Het klinkt heel erg lang, maar tegelijkertijd klinkt het ook heel erg kort. Ik denk dat ik het uit ga doen. Ja, ga je het al warm krijgen? Ja, ik krijg het nu al warm. Nou, ben je er klaar voor? Ik zet een soort van. De timer. 3, 2, 1, start. Ik begin met foundation. Ik denk dat dat een slimme stap is om mee te beginnen. En alles is met links. Ik doe het eigenlijk allemaal met mijn handen. Dus dat is best wel makkelijk. Denk ik. Oh, dit is echt. Ik had het anders kunnen doen. Gewoon zo. Ik doe het eigenlijk normaal altijd met 2 handen, maar nu doe ik het met 1. Of voor het idee van de video. Oeh, ik loop ook heel erg te trillen. Wat, van de zenuwen? Nee, omdat mijn linkerhand gebruik ik gewoon niet veel vaak. Ja, waarvoor gebruik je je linkerhand? Ja, eigenlijk voor alles wat je met je rechterhand gelijk doet. Sorry, dat was een hele suffe vraag. Nu, ik smeer het eigenlijk ook nooit op mijn gezicht, maar dat is puur omdat het sneller is dan alleen de spons gebruiken. Maar dat doe ik zo meteen nog wel even. Dus eerst even zo de basis. Zo. En dan nu. Ik heb het idee, ik heb heel raar vasthouden of zo. Oké, dat was concealer. En ik had eigenlijk mijn foundation wat lichter moeten maken, want hij is iets te donker voor me. Ja, maar ik dacht dat het kost echt best wel veel tijd om hem de goede kleur te maken. Oh, het voelt heel raar om het met links te doen, alsof het zeg maar niet je eigen hand is. Ik weet niet of je al bij concealer bent, maar nee, het gaat niet echt goed, zeg maar. Nou, volgens mij kunnen jullie het niet zien, maar de foundation is iets te donker. Nou, ik moet zeggen, de basis zit er al wel goed op. We hebben nog 3,5 minuut. Dus wat dat betreft gaat het goed. Ik ga nu mijn wenkbrauw doen met links. Ik ben nu met pas met de concealer. Jezus, waarom doe ik het zo? Ik hou het ook zeg maar meteen vast alsof het niet normaal is. Zeg maar, met de rechterhand is heel natuurlijk. En als je dan met links doet, dan voelen alle objecten gewoon heel raar. Ik pak ook veel te veel product, zeg maar. Oei, 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 oei. Ik snap niet waarom ik het zeg maar zo raar vasthoud. Oké, ik vind dat ik nu ook echt door moet gaan. Yeah. Eyebrows. Het is moeilijk joh, de wenkbrauwen zijn echt heel moeilijk. Ik weet niet, ik hou dit stokje, ik hou de kwast gewoon heel onnatuurlijk gek vast ofzo. Het is heel grappig, want eigenlijk vroeger toen ik nog op school zat, vond ik het ook wel erg leuk om wel eens gewoon met mijn linkerhand te schrijven. Gewoon om te kijken of ik het kon. Dus ik heb op zich best wel gewoon vaak met links geprobeerd te doen alleen. Oh, ik kon dat nooit. Ik kan zeggen, mijn handschrift is zeg maar normaal al best wel lelijk. En dan met links is het echt super lelijk. Dus geen succes. Ik ga gewoon even over naar de bronzer. Ook al zien mijn wenkbrauwen er op dit moment niet heel goed uit. En dat is natuurlijk al een eindje. Oh shit, we hebben echt net iets minder dan 2 minuten. Zo, bronzer. Een soort van wenkbrauw, maar ik doe ook altijd nog even een andere. Hoe bedoel je? Zo, ik doe altijd 2 wenkbrauwproducten, want deze is net ietsje fijner. En mijn wenkbrauwen, daar besteed ik altijd de meeste tijd aan. Dus als die goed zitten, dan voel ik me goed. Ja, dat is wel waar. Maar ik moet zeggen, het valt wel mee hoe moeilijk het is. Het gaat dus wel oké, hè?
Je bent alleen wel ietsje langzamer. En er zit... Oh, wacht. Zit hier een vlek boven? Nou, ik moet zeggen dat de basis er echt wel goed op zit. Maar dat die wenkbrauwen gewoon nogal heftig zijn. Dus die zou ik eigenlijk even bij moeten werken. Ja, laten we even door met andere dingen. Want anders blijf ik te lang. Ik heb hier mijn bronzer. Ik besef me dat ik een hele stap ben over... Normaal doe ik altijd nog poeder, zeg maar, over mijn hele gezicht. Dat ben ik nu gewoon helemaal vergeten. Maar op zich is de foundation best wel matterend. Dus dat gaat gewoon. Het wordt geen rechte contourlijn, zeg maar. Ik snap niet waarom, zeg maar, de beweging zo raar is als ik het vanaf links doe. Het is echt heel overdreven allemaal. Volgens mij is het beeld ook vet overbelicht. Ik ga hem toch in mijn eigen tijd eventjes iets donkerder zetten. Zodat jullie wel een beetje kunnen zien wat we doen. Oeh. Nou, kijk, het ziet er misschien een beetje stom uit hoe ik het aanbreng. Maar voor de rest ga ik best lekker met links. Kijk. Ik ben nu bij de lippen. Komt maar ik weet alles, het is een beetje, je weet toch wel eens van die zangeressen in The Voice of whatever. Dan houden ze hun microfoon helemaal zo. Dat doe ik nu met elke beauty product. Ja, ik weet niet. Dat begrijp ik ook nooit. Van, hoe kunnen mensen hun microfoon zo vasthouden? Ja, dat had ik begrepen. Het is toch gewoon makkelijk om het zo te doen. Maar nu snap ik het. Misschien zijn ze allemaal links. Die mensen, die meiden die dat doen. What? Yes! Ja, ziet eigenlijk best wel goed uit, ja. Ik moet zeggen, Tar, als ik nu zeg maar moet zeggen wie er heeft gewonnen, vind ik dat je het echt super goed hebt gedaan. Je bronzer zit heel mooi op, je highlighter, je wenkbrauwen. Ja, je hebt wel een beetje voordeel met je wenkbrauwen, want het waren al wat duidelijker. Bij mij zie je wel dat er iets mee is gebeurd, maar... Ja, jouw foundation zit er ook niet heel goed op, als ik heel eerlijk zeg. Hier zit ik heb hier een heel gedeelte. Ja, ik heb hier een hele plakkaat. Ja, ik moet zeggen dat we deze challenge op zich wel redelijk onder de knie hebben. Ik zou op zich wel de deur uit kunnen gaan, al is mijn wenkbrauw niet echt helemaal netjes. Ja, ik hou er gewoon weer van om er iets meer tijd voor te hebben. Maar zeker, het viel echt al heel erg mee om met je linkerhand te doen. En hoe chill zou het zijn dat je gewoon bijna net zoveel met je linkerhand kan doen. Of met je rechterhand, wat voor jou je mainhand is. Dat je gewoon met allebei moet je nagaan als je dus beide wenkbrauwen tegelijk zo kan doen. Hoeveel tijd zou dat zijn? Ik denk met oogschaduw. Heb je een oogschaduwkwastje voor me? Nee, eigenlijk niet. Oké, ik doe even alsof. Zeg maar als je gewoon eventjes een klusje pakt, je doet het gewoon zo. Daar. Done. Een kleine change of plans. We hadden het er net over hoe chill het zou zijn om met twee handen tegelijk je make-up te kunnen doen. En hoeveel tijd het zou schelen. Dus we dachten, laten we gewoon een ronde nummer 2 invoegen. Mm-hmm. Toevoegen aan deze challenge. En laten we dat ook gewoon even doen. Het was niet onze planning. Maar we dachten, we gaan nu gewoon voor de tweede ronde make-up aanbrengen met twee handen tegelijk. Dus twee keer de wenkbrauwen en alles. En we denken dus dat je daar sneller mee kan klaar zijn. Dus we vinden dat we de timer ook naar beneden moeten gaan schroeven. Door de helft. Ja, dus ik kan alleen niet 2,5 minuut op mijn timer doen. Dus we maken er 3 van, dus... Omdat we beginners zijn. Ik denk dat dat wel eerlijk is. Ja, en ik denk dat 3 minuten echt nog steeds super moeilijk is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze challenge gaat. Oh, een soort van ninja make-up, of niet? Waarom dat is een beetje het idee. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, gaan we eerst eventjes natuurlijk dit er weer afhalen, wat we net hebben gedaan. Dus dan kunnen we met een schone lei beginnen. We gaan beginnen met ronde 2. 2 keer zo snel, 2 handen tegelijk. Let's battle begin! Ik hoop dat ik inderdaad geen fouten ga maken. Ik ga me eventjes instellen op 3 minuten. Ready, set, go! Oké, ik ga dus deze keer wel eventjes mijn foundation ietsje lichter maken. Want het is gewoon te veel. En je ziet al gelijk dat ik achterloop op daar. Dus dit is eventjes mengen. Ja, foundation is echt makkelijk, vooral als je het met je handen doet. Dus jij gaat met je spons doen of niet? Nee. Oké. Ik doe eerst eventjes zo. Ik moet het alleen gelijk op 2 vingers verdelen. Wow. Eigenlijk zou je foundation en concealer altijd met 2 handen tegelijk moeten doen. Want dat is, scheelt echt tijd. Maar of het nou goed gaat aan de linkerkant, dat weet ik niet. Oké, dus dit was mijn... foundation en nu doe ik concealer. Ik ga naar gezichtspoeder. Die was ik vorige keer vergeten en ik moet het wel even een beetje compleet doen. Hoe ga ik dat doen? Het is net alsof ik ga drummen. Oké. Dit is wel chill hoor eigenlijk. Ik geef het eerlijk toe. Oh, ik heb echt weer te veel product. Ik zie het. Hoe kan dat nou?
Ik doe altijd maar één pompje dan. Dat heb ik altijd goed. Oh, het voelt zo lekker zacht. Oké, ik ga het hierbij laten. Heel eventjes afvegen. Ik ga mijn wenkbrauw beginnen. Daar heb ik dus twee producten voor. Nu al? Het is beter om het eerst te doen, dan heb je wat meer tijd, ja. Gaat goed of niet? Als je nou inderdaad gewoon dezelfde bewegingen doet. Maar je kan maar naar één wenkbrauw tegelijk kijken natuurlijk. Oh, ik ben nu bronzer aan het doen. Volgens mij, het is wel chill, want je doet automatisch dezelfde beweging met links. Dus net zoals dat je op je buik een rondje moet doen en dan op je hoofd zo moet tikken. Ja, precies. Dat is toch heel moeilijk, maar dan is dit zeg maar heel makkelijk. Soms zeg ik echt dingen en dan denk ik, hoe kom ik over? Met één hand ben je wat heftiger dan met de andere. Dus ik ben eventjes gewisseld, want anders krijg je misschien één wenkbrauw veel dikker is. Kijken. Het voelt niet heel raar om dit met twee handen te doen. Ik moet zeggen dat ik het tot nu toe... Oh mijn god, we hebben nog maar 40 minuten. 41 seconden. Wacht, mijn wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwen. Oh nee, ik heb veel te veel gepakt. Dan... Nu heb ik die linker weer heel... Nee. Ik kan dit niet met links. Als ik rechts doe, rechts gaat wel, maar... Oh, mijn linker wenkbrauw is heel erg. Dit is echt super chill. Nee, het is helemaal niet chill. Hoe heb je die wenkbrauw gedaan? Nu kan het niet. Oogschaduw. Ik wil mijn stappen compleet maken. Heb je oogschaduw? Ja, ik had dus al oogschaduw gedaan. Wacht. Maar heb jij bronzer en alles? Ja. En highlighter. Kijk maar. Ja, oké. Okay, ik kan iets. Highlighter, bronzer, ook aan deze kant. Wenkbrauwen, oogschaduw. Heb je gezien hoe het erop zit? Ja, het zit erop. Het zit erop. Maar moet je mijn wenkbrauwen kijken? Ja. Het is zeg maar... Als je maar kijk, deze is best wel oké. Okay. En die is niet. Je links ziet echt heel duidelijk. Echt dat links niet mocht je hand is. Oh, dat zie je bij mij ook. Je ziet bij mij dat deze ook scherper is. Die is wel goed. Is. En dat is ook de goede kant. Dus nou, het zit tenminste nog wel in het gebied van je echt, zeg maar, die eigen kant, dus bij ons rechts, blijft nog echt wel mooier. Maar ik vond vooral de bronzer aanbrengen. Bronzer, poeder en highlight. Dat ging echt top. Gewoon dit. Dat is echt heel chill. Ja, gewoon al, de hele basis en je hoeft twee handen tegelijk. Ja, en je hoeft bij bronzer en... highlighten ook niet zo heel precies te zijn. Vooral als je een beetje wat fluffier vasten hebt. Heel chill. Dat ging maar... echt super goed. Ik vind het niet vreselijk bij mij de uitzending. Natuurlijk heb ik wat vlekjes. Het zit er echt super... We gaan een close-up even invoegen. Ik weet zeker dat jullie tijdens deze challenges hebben bedacht wie jullie vinden dat er heeft gewonnen. Dus ik zal eventjes twee polls aanmaken. Eén poll is natuurlijk voor de eerste challenge, dus de challenge met één hand. De tweede poll is voor deze challenge, waarbij we dus alles dubbel deden. Laat ons in deze polls eventjes weten wie jij vindt dat er gewonnen heeft. Dat kan natuurlijk voor de eerste challenge als voor de tweede challenge een andere persoon zijn. Dat mag. Mag ook allebei. Wij zijn, wat je wilt, maar laat eventjes je mening achter in de poll. Wij zijn heel erg benieuwd hoeveel minuten jullie eigenlijk spenderen voor de spiegel. Voor ons is het iets van 15 minuten, ongeveer 10, 15, 20 minuten. Dan zien we er zeg maar degelijk uit. Dan gaat degelijk. Het goed. Vanaf 15 minuten. Maar zoals je ziet kan het ook heel makkelijk in 3 minuten. Ja, ik bedoel, we kunnen nu de deur uit. Het kan, maar... Nou, het kan. Wil je het, is een ander verhaal. Ja. Nou, ik vind het wel heel erg leuk altijd om een wedstrijd te doen tegen Larissa van wie is de beste zus. En ik ben heel erg benieuwd of jij nog andere... Ja. Wie is de sterkste? Wie is de snelste? Ik ben het eigenlijk altijd. Wie heeft de meeste stijl? We willen niet beter dan elkaar zijn, maar we willen wel een beetje beter zijn dan elkaar zijn. Ja, ik wil net zeggen. Wat zeg jij? Ik wil niet beter zijn. Jij, Tara, wilt altijd beter zijn dan ik. Maar als je kijkt naar de video van vorige keer, dus vorige week, dat was op zondag... Dan als ik heb naar de comments gekeken. Natuurlijk, volgens mij heb ik die vorige video gewonnen. Ja, maar je had ook gewoon geluk met je winkel. Dus, ik heb gewoon stijl. Ook, ja.
sowieso, ga ik niet ontkennen. Maar we zijn heel erg benieuwd of jullie nog andere challenges weten voor ons om te doen tegen elkaar. Misschien zelfs met Serena erbij, is ook nog een keertje leuk. Mm-hmm. Want trouwens, ik ga hem eventjes erin gooien. Wij zijn officieel tante geworden, mocht je het niet hebben gezien op Serena's Instagram. We hebben nu officieel een klein neefje. Ja, de kleine bebe is geboren. Hij heet Marshall Austin en hij ziet er gewoon nu al heel erg schattig uit en... Ja, we zijn heel erg trots. Maar goed, weer eventjes back naar... back to basics, wat wil ik zeggen? Naar focus op deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef in ieder geval een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei!